Een hele goede dag, beste mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Digging of the Past. Vandaag ben ik met Ed en Hessel op stap. Je ziet het, ze zijn hier achteraan aan het lopen. Het is een aardig leuk stukje hier zo. En we gaan eens even kijken wat we gaan vinden hier. Ik zelf heb hier eigenlijk nog niet gezocht, dus we gaan eens even kijken. Ik ben benieuwd. En anders niet, dan hebben we nog een backup landje. Daar ligt het. We hebben het eerste muntje binnen. Het is een 1 cent. Nou, nog één duitje. En zo weer. Mooi leesbaar. Een gespie. Dat is een handvat. Van een keteltje. Ja, die hebben we al vaker gevonden. Kijk eens wie daar is. Die kerel van de intro, weet je wel. Ja. Die nooit meer meezocht. Alles goed, Joey? Ja, ik ben er weer. Ja. Hey man, leuk dat je erbij bent, leuk. Ja. Nou komt ie. We zitten goed. Trekleep. Handvaartje van een, van een kast of zo. Een bronzen pot. Een bronzen pot, ja. Maar dat is niet oud. Er is een hol van binnen, dus dit is niet oud. Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, ik weet het. Ik bedoel, dat gaat een vosje. Ja. Nou, gaan we eens even kijken op het dijkje wat daar te vinden is. Mooie molen, dat is een beetje de omgeving. Sterk met Campina. Een embleem. Ik dacht even een groot zegelood te vinden, maar dat is het niet, jammer. Ik denk dat dit allemaal oorlogs is. Katholiek thuisfront. Een knoopie, de leeuw, nou, dat is ook oorlogs en dit is volgens mij een red embleem van de Engelsen. Ja, ik denk dat hier in de oorlog wel iets heb gezeten. Een kampement? Ja, misschien. Is dat leuk? Of dat leuk is? Ja. Ik weet niet. Ik denk niet dat ze het heel leuk vonden toen. Nee, maar om te vinden. Vind jij dat leuk om te vinden? Het is een Nederlandse trouwens, ja, dat is apart. Wat doet een Nederlandse bij een Engelse embleem? Ja, nou, dit is ook Nederlands. Katholiek thuisfront. Ja, dat is wel grappig. Oh ja. Prachtig. Ja. Een gespie erbij. Midden op het land is wat grond gestort. Het is altijd leuk om eventjes te snuffelen. Kijken wat er natuurlijk te vinden is in het grond. Hessel heeft ook wat. Hessel heeft weer wat koper te pakken. Leuk. Oh, het fietsbelastingplaatje. 1937. Tot 19... Dat kan ik niet meer zien, maar volgens mij was het 2 jaar. Om de 2 jaar moet je een nieuwe hebben. Leuk belastingplaatje. Eerste leuke vondst, top. Heel apart versiering. Ziet er leuk uit, maar wat het is geweest, geen idee. En als een van de kijkers het weet, laat het even achter in de comments. Leuke vondst weer. Weer een aparte vondst. Ik dacht eerst rotzooi en toen keek ik even goed. Zie je allemaal van die steentjes hier zo. Aan de zijkant, het is verzilverd. Waarschijnlijk is het een brosje of een haarklipje geweest. Heel leuke vondst erbij. Hij zegt, en als hij zo zegt, dan gaat hij eruit. Ik zou het leggen, ik zou het niet te meisje. Vrij diep hier, hè? Huh? Het zal wel niks wezen. Zoals alles op dit land. Is het heel licht? Nee, is meteoriet. Meteoriet. Nou ja. Muntje. Ja, zit nog wel erg onder de koek. Ik denk zelf dat het een duitje is. Muntje erbij. Nou. Wat heb je?
bezemstuivertje. Oh. Maar dit is nog wel mooi te krijgen hoor. Landiaatje, 16. Ja. Eén stuiverstukje. Is er altijd twee stuivers, niet één? Ja, maar je hebt zo ook één stuiver. Dit is een kleiner. Kijk, het staat, kijk hier. Ja, ik dacht, twee. Het is een twee. Oh, sorry, een beetje. Ik weet niet of die ervan opknapt, maar. Ik zie gelijk al dat koper er doorheen. Het rooie. Oh, goed. Twee stijf stuk. Ja. Leuke vondst. Zilver. Een heel mooi zeeglootje weer erbij. Met een ster. Dus heb ik nog niet in de collectie. Ja. Zo, beste mensen, dat was hem dan alweer. Het zit er weer op, hè? Ja. Die Joey die gaat wel even zilver. Joey gaat nog wat verder. Ja, die gaat ook nog verder, dus het wij zijn kapot. Ja, nou, helemaal gaar. Ja, nou, volgende keer nieuwe kansen. Het is niet altijd feest, hè? Ik vind dat deze video ook wel gezien mag worden. Ja, want, het is niet altijd. Nee. Veel mensen denken wel eens van, nou, die Wesley, jongen, die Hessel. Nou, die vinden dat altijd. Maar ja, ook wel eens een keer. Meestal een slechte niet, dag. Meestal niet. Ja, meestal niet. Tot de volgende keer. Hey, later. Goeiedag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Digging op de Pest. Leuk dat jullie kijken. En ja, we zijn vandaag met Ed en Hessel. Goedemorgen allemaal. Goedendag. We zitten bij een oude rivier gaan we zoeken. En we gaan eens even kijken op dit mooie stuk land hierachter. Een aardig stukje hier, jongens. We gaan goud zoeken. Ja. Dus we gaan even kijken of we middeleeuws kunnen aantreffen hier. Het zal leuk zijn. Of ouder. Ja. In ieder geval, we zitten goed. We zitten goed hier. Ja. Tot bij de eerste vondst, hè? Nou, een beetje de eerste leuke vondst. Zo'n bloemetje of zo. Ja. Leuk. Nou, grappig. Het minder leuk, maar. Ja, het staat er ook op. Ook een beetje een iets. Het heeft een beetje ermee te maken. Leuk. Ja. Geen idee, hè? Schaar? Nee. Ook apart. We waren afge. Is niet doorgesleten daar. Oké. Ja, dat ik een. Ja, ik denk dat we een leuke vondst hebben gedaan. Oppakken. Het ziet eruit dat het, ja. Oh, misschien toch zilver. Zilver vingerhoedje. Eerst zilvertjes binnen. Leuk. Alleen hij is erg kapot. Ja, zilver vingerhoed. Mooi vondst. Top. Tjaka, eerst zilver is binnen. Lekker. Op naar de volgende. Ja, dat is een leeuwzint. Ziet de leeuw nog goed? Hessel, praat eens, kom eens. Waar zitten we nu in godsnaam? We waren aan het zoeken in ons. Mooiste plek op aarde. Ja, de mooiste plek op aarde. Ja. Dit is een museum, allemaal oud spul. Oh. Wauw, we hebben de sierstukken, sierelementen. Dit is heel eenvoudig. Maar er waren we weer met een beetje belegd. En dat was helemaal uniek. Ja, maar dit is al van de voor 1000 jaar voor Christus, ja. 800 voor Christus. Goh. Wow. Is dat viking of zo? Romeinse munten. Ja, pijltjes. Ja, ook nog, ja. Hey, een kruidhoorn. Oh. Ja, pisteltje. Ja, dat keer ook Romeins. Ja joh, ik doe niet onder voor jullie hoor. Maar die bronzen tijd, dat is, wat is dit in godsnaam? Die sierstukken. Ja. Dat is van de bronstijd ook, dat waren sierbrossen vroeger. Ja. En die heb ze bij, die ben een beetje belegd met wat sierigheid, met dat deftig, dit is de bovenkant. En dat met de twee van de onderkant, het is brons opgekruld, maar dus ben eenvoudig. En toen een keer hebben ze ook gevonden met een versiering erop. Ja. En toen werd het heel West-Friesland werd wakker, het allemaal moest ingeschakeld worden. Het was geweldig. Ja. Nee, ik heb het eenvoudig gedaan. Romeinse munten. Ja. Ook mooi duidelijk. Met de guldens, stuifstukken. Wat is daar? Mooi, wat prachtig, POC. Ja, oh. Ja, POC, ja. En, kijk die schaartjes. Pisteltjes nog. Oh. POC-munten. Wauw. Geweldig, niet joh. Stuifstukken. Rijder. Oh nee, schaarrijder. Ik hoef de grond niet meer in. Nee, het nee, staat hier allemaal. Oh, dan zit ik een beetje te zoeken. Dan denk ik bij mijn eigen ja. Hier nog zilverbestek. Oh, is daar ook nog? Ik heb een hele collectie, zeg. Ja, wel hè. Niet te geloven. Wow. Ik had het denk ik niet.
Maar af heb ik voor open dag voor het museum, hoor, ik kom hier zoeken. Oké, okay, oh, dat is leuk. Ja, hoor, dat is wel een fijn. Oh. We wisten niet eens dat hij zat, joh. En binnenkort komt ook van een vies genootschap, een hele groep van sturen. Even staan, rondje hoor. Noemen ze eikgewicht natuurlijk, hè? Er werd, alles werd verhandeld met de inhoudbakjes vroeger. Vroeger had je een gaatje aan de zijkant en er ging een pennetje gewoon erin. Oh, nou ja. Ik heb ze ook in alle soorten, man. Tinnen kannetjes. Oh. Ja, verdampt zo. Ja, ja, ja. Middeleeuws is dat. Ja, dat is middeleeuws. En er ging een pennetje erin. Ja, verdomme, dat is weer, ja, ook zoiets, ja. Maar dat, wat je hier hebt, zat aan die kant ook. Ja. Maar dit is dan toch weer even anders leuzen. Ja. Het is van alles wat, ja. Ik Wat is het? Wat een spullen. Wat een spullen. Hier staat hier gewoon. Ja, wel hoor. Ja, ik heb er heel wat aan gedaan. Die valt weer uit of niet? Die valt weer uit of niet? Hier, een haardplaat. Weet denk je wat dat oplevert, zoiets? Hier, tulpentegels. Die haardplaten, die waren wel luxe huizen. Ja, maar dit is nog waard, hè? Dit is een hele hoop geld waard wat die hier staat. Zo, we zitten nu op een mijnzakker en ik heb hier weer een mooi muntje gevonden. Er 1 cent. Helemaal nog perfecte staat, hè? Blijft mooi bewaard hier. En het geblaf, ja, wat jullie horen. Kijk, daar zo. Het is. Wat is het ook weer? Golden Retrievers? Ja, een Golden Retriever gebeuren. Een hele hoop honden. kijk, Hessel heeft ook een signaaltje. Loodjes. Een klein zegelloodje heb je. Stukje lood. Volgens mij een zegelloodje toch? Ja, oké. Okay. Nou, wat is het? Een dikke vette zilveren munt. Een stukje lood. Nou, die spullen heb ik. Dat spullen heb ik ook net, ja. Wat is het? Wel een zegel. Of zo. Ik denk het niet. Nee. Misschien een zegel, denk ik. Zo'n grote. Een opvouwen.
Een hulsje. Goud? Denk het wel. Wat zeg je nou? Denk het wel. Kijk, ik heb even gelacht natuurlijk. Oh ja, dat is goud. Hé? Een gouden ring. Ja. En, ja, dat is goud. Ja, dat is goud. Oh. Heb je de gouden ring? Magda. 72. 1-7-72. En dan staat er nog een keer 14-8-74. Ja. Goh. Yep, zee. Dat is voelen hoe zwaar die is. Schout. Mooi, hè? Zo, kwam je goed binnen? Ik heb geen idee. Nee? Ik heb niet gekeken. Dat is het mooie ervan, hè? Dan ga je niet selectief graven. Ik had meteen door dat het er was. Het is goud. Hessel vindt... 21 volgens mij. Hessel vindt goud. Dat is een mooie thumbnail of zo. Wacht even hoor. Even lachen. Ja. Een mooie achtgespier erbij. Ja, 8. Dit zat hier ook. Wel een leuk vondst weer. Hoppa, zilvertje 2 voor mij. Het is een 1882 Duppie. Willempie. Heel blij mee. Ja, dat zijn, die blijven leuk. Die zijn altijd leuk om te vinden. Ja, nou, Hessel goud, ik zilver. Dan alweer. Je zit er weer op. Je hebt een goud gevonden, hè? Nou ja. Ja. Goud in de pocket. We vonden niet veel en nog een zilver duppie en jullie zagen hem natuurlijk. Tot bij de volgende.